In deze video van Vlogboek drie totaal uiteenlopende boeken. Manobou Samour, De Belofte van Pisa, Maarten het Hart, Een Vlucht Regenwulpen en Annegine Goemans met Glijvlucht. Als je Manobou Samour over straat zou zien lopen, dan zou je kunnen denken dat hij een profvoetballer is, een popidol, een verkoper of misschien zelfs een zelfverklaarde entrepreneur. Maar een schrijver, die ziet er toch altijd anders uit? Schoonheid. Schoonheid is maakbaar. Zowel artistiek als lichamelijk. Kijk maar naar dit babyhoofdje. Op mijn bovenarm. Ik zal mijn buikspieren maar niet laten zien, want straks denken jullie dat ik nogal een patsertje ben. De Belofte van Pisa uit 2013 is het debuut van Manobou Samour. Het is een type debuut zoals dat vaker voorkomt in de Nederlandse literatuur. Een coming-of-age verhaal waarin nogal wat autobiografische elementen zitten en waarin het hoofdpersonage zijn eigen milieu ontgroeit. Het startpunt van het boek is de belofte die Samir, oftewel Sam, doet aan zijn broer bij de IJsselon Pisa. Zie daar de titel. De belofte is dat hij zijn VWO-diploma zal halen. Vervolgens lezen we over die VWO-jaren op een wat kakker school in Amsterdam-Zuid, waar Sam op de schoonmakers na de enige Marokkaan is. Terwijl Sam het leven van een puber ontdekt en zich waagt aan drank, blowen en vriendinnetjes, zit zijn broer in de gevangenis. Het boek is opgebouwd uit stereotypen, met aan de ene kant Marokkanen en aan de andere kant blanke Amsterdam-Zuid, maar doorbreekt tegelijkertijd ook wat vooroordelen. Zo houdt Sam erg van klassieke muziek en pianospelen. Sam is iemand die geen keuzes wil maken. Zo wil hij niet kiezen tussen vriendinnetjes en dan heeft hij die op een gegeven moment maar twee. Hij wil kiezen tussen de straat en de school en niet tussen zijn Marokkaanse roots en de cultuur waarin hij opgroeit. Echt knetteren doet dit coming-of-age verhaal, gesitueerd in het bezield beschreven Amsterdam, dankzij Bou Samour's snaakse schrijftrant. In een knetterend taalregister van fonkelende, platte en steriele formuleringen komt het leven voorbij van een puber dat even luchtig als genuanceerd het multiculturele probleem illustreert. Ik kan het niet geloven, het was echt fucking luid en hard, emotioneel. Toepak staan. Koop het lezen dat je buikspieren van het lachen wilt krijgen. Het is een pijlsnel verhaal met een makkelijk leesniveau. Bou Samour gebruikt veel metaforen, maar wordt nooit zwaar op de hand. Een minpuntje is dat sommige scènes wat fragmentarisch zijn en best wat langer hadden mogen duren. Dat minpunt bewijst alleen maar dat dit boek heel makkelijk wegleest. Een regenwulp is een vogel. Dat scheelt je vast één vraagteken als je begint aan het boek Een Vlucht Regenwulpen van auteur Maarten het Hart. Deze maand staat dit boek in de schijnwerpers omdat het gratis zal worden uitgegeven door alle bibliotheken in het kader van de actie Nederland Leest. Een Nederlandse klassieker dus waarbij Maarten het Hart definitief doorbrak bij het grote publiek. Dat moet dan wel de moeite waard zijn. Het is een boek waarin heden en verleden elkaar steeds afwisselen en die verhaallijnen zijn knap met elkaar verweven. We krijgen in het heden te maken met hoofdpersoon Maarten die steeds terugdenkt aan zijn jeugd en jeugdliefde. Bijvoorbeeld bij een huwelijksreceptie of bij een reunie. En deze Maarten heeft nog wat complexen. Eén daarvan is het Oedipus-complex. Een Oedipus-complex komt uit de Griekse mythologie en betekent dat een jongen zich extreem aangetrokken voelt tot zijn moeder en zijn vader als rivaal ziet. Een moederskindje. Een vlug regenwulpen heeft een hoofdpersoon met pleinvrees die met zijn passieve eenzaamheid en gezwelg naar een meisje van vroeger niet erg sympathiek wordt. Daarnaast heeft hij ook nog wel eens last van onbedwingbare agressie. Daarmee doet hij wel een beetje denken aan de hoofdpersoon van een recent verschenen boek, De Vertedering van Jamal Ouariachi. Ben u haar nu al een voorsmaak proeven? Een van de bijzondere motieven in Een Vlucht Regenwulpen is de koppeling met de natuur. Een ander belangrijk element dat ook in veel andere boeken van de streng gereformeerd opgevoede schrijver terug te vinden is het breken met of in ieder geval het afstand nemen van het geloof. Wat mij echter iets aantrekt in dit verhaal is het verlangen naar liefde door een eenzame bioloog die wat wereldvreemd aandoet. In deze ontwikkelingsroman staat vooral de innerlijke ontwikkeling van de ik-verteller Maarten centraal en dat moet je fijn vinden om dit boek te waarderen. Vandaag gaan we het hebben over de Annegine Goemans Glijvlucht. Annegine Goemans Glijvlucht. Ginegoe Glij. Ginegoe Glij. Ginegoe Glij. Ginegoe Glij. Alsof Annegine Goemans nog niet genoeg allitereert, heeft ze haar tweede roman Glijvlucht genoemd. Ze won zowel voor haar eerste roman Ziekzoeker als haar tweede roman Glijvlucht literaire prijzen. Niet slecht dus. We hebben hier te maken met jongere literatuur. Is dat dan minder dan volwassen literatuur? Nee, dat niet, maar je merkt het vooral in thematiek en stijl. Glijvlucht doet denken aan boeken van kinderboekenschrijver Roald Dahl, maar dan iets minder absurd. We krijgen te maken met hoofdpersoon Gilles die ganzen traint. Gilles ganzen. Giga.
Net als bij Roald Dahl lijken de volwassenen het meest raar te zijn. Een afwezige moeder, een dikke vent die zich dood wil eten en een oom die zich nergens druk om maakt. Gilles is een dromer en hij wil het liefst een held zijn. Een van zijn voorbeelden is Captain Sully, de piloot die in 2009 het leven van 155 mensen redde door een vliegtuig veilig op de rivier de Hudson te laten landen. Zijn andere idool is de ganzentrainer Christian Moulek, naar wie hij steeds brieven schrijft. It's time for Christian to teach the birds some of the skills a mother goose passes on to her own offspring. Langs de rode draad van een afwezige moeder heeft Goemans een bouwwerk aan thema's opgebouwd. Helderdom, dieren, schuld, wraak, familie, obesitas, liefde, dood, vliegtuigen en de geschiedenis van een polder. Glijvlug is een strekerman, want het speelt zich af in de polder bij Schiphol. En Goemans stopt er ook nog een geschiedenisverhaal in over de inpoldering van de Haarlemmermeer. Dan laat Goemans met haar voorkeur voor oer-Hollandse onderwerpen zich kennen als een gepassioneerde en niet ongeestige verteller. Vertederend en toch ruig, warm maar niet kleverig soft. Geschreven in een humoristische, montere stijl en met een on-Nederlands semi-gelukkig eind. Simpel geschreven en makkelijk leesbaar. Verwacht nou niet de unieke kwaliteit van Roald Dahl, dat is een hele andere categorie. Maar als je houdt van een sympathiek verhaal met een happy end en een dromend hoofdpersonage in bijzondere situaties, dan is het een aardig boek om je literatuurlijst mee te beginnen.